straks op 1 viroloog Ab Osterhaus over het AstraZeneca-vaccin dat veel minder effectief lijkt dan we dachten. MKB-voorman Jacco Vonhoff roept het kabinet op nu eindelijk eens duidelijk te maken wanneer de winkels weer open kunnen. De jeugd had de toekomst, maar betaalt nu vooral de rekening. Maurice Kneijnenburg ging vandaag koffie drinken bij premier Rutte en tipte de premier hoe het beter kan. Tot genoegen van jeugdarts Annemarie van Bellegem. Hoofdredacteuren Ibi Aarsma en Freek Staps nemen ingrijpende journalistieke maatregelen na de avondklokrellen van afgelopen dagen. Politicus Herman Pleij vindt diezelfde rellen helemaal niet zo on-Nederlands als wordt gesuggereerd. DJ's Frank van der Lende en Eva Koreman delen het bed voor de vrede. Joep van het Hek met een mini optreden over de leeuw. Dat allemaal naar de ster op 1. Ja. Goedenavond, viroloog Ab Osterhaus over de effectiviteit van het AstraZeneca-vaccin. En de vraag en of we hier uit deze coronadepressie überhaupt nog komen. MKW-voorman Jacco Vonhoff roept het kabinet op nu eindelijk eens tempo te maken. De jeugd die had de toekomst, maar betaalt nu vooral de rekening. Maurice Kneijnenburg ging vandaag koffie drinken bij premier Rutte en tipte hem hoe het allemaal beter kan. Tot genoegen van kinderarts Annemarie van Bellegem. Hoofdredacteuren Ib Haarsma en Freek Staps nemen ingrijpende journalistieke maatregelen naar de avondklokrellen van de afgelopen dagen. Historicus Herman Pleij vindt diezelfde rellen helemaal niet zo on-Nederlands als wordt gesuggereerd. En de DJ's van 3FM, Frank van der Lende en Eva Koreman delen het bed voor de vreugde. Het is 10:50. Welkom op 1. De exit-strategie komt eraan, maar tot die tijd zijn er nog veel hobbels te nemen. Het vaccin van AstraZeneca, waar Europa op volop heeft gegokt, lijkt minder effectief dan gedacht bij 65-plussers. Ja, Ab Osterhaus, welkom, viroloog des vaderlands. Mag ik toch wel zeggen? Jawel. Jawel, toch. Ik begin niet over aandelenbelangen en zo, maar AstraZeneca, het nieuws van vandaag is, 65-plussers kunnen ze waarschijnlijk, althans vanuit Duitsland komt dit nieuws, kunnen ze beter niet gaan injecteren met dat spul, mocht het morgen überhaupt goedgekeurd worden. Ja. Nou, ik denk dat we gewoon te weinig gegevens hebben. Dus dat er in de proeven die ze gedaan hebben, dat er relatief weinig oude mensen in zaten. En dat daarom die claim eigenlijk niet gelegd kan worden. Dus er is uitgebreid onderzoek gedaan bij tienduizenden mensen. En daar is gekeken natuurlijk naar de mate van bescherming. Daar is uitgekomen dat het dus iets minder beschermt. En het lijkt ook zo te zijn dat het bij oudere mensen iets minder beschermt. Maar dat verwacht je eigenlijk bij alle vaccins. Ja, en dat bij die nieuwe vaccins van Pfizer en Moderna, dat hoger is, dat is eigenlijk wat verwonderlijk. Dus als je gewoon kijkt naar influenzavaccinatie bijvoorbeeld, dat is bij oudere mensen, werkt dat ook minder goed. Maar zie jij dat als vakman, als je naar zo'n actie van AstraZeneca, die zijn er toch ook al een klein jaar mee bezig, het is wel een blunder dat ze eigenlijk zo'n claim moeten inleveren. Misschien dat het later goed komt, maar nu op dit moment zeggen tegen de 65-plussers, waar vooral de kwetsbare mensen zitten, zeggen ja, jullie even niet. Maar ik denk dat je het toch anders moet bekijken. Ik denk dat je Pfizer, dus zeg maar de nieuwe vaccins die nu gebruikt worden, dat je die niet zo goed kunt vergelijken met dat vaccin van AstraZeneca. Want het is gewoon niet tegelijkertijd getest. Dat zijn hele afzonderlijke proeven geweest die niet met elkaar te vergelijken zijn. Dus ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Dat je op dit moment zelfs die claim niet kunt maken. Maar als je wil claimen dat het bij oudere mensen wel goed werkt, dan zul je daar data voor moeten aanleveren. En kennelijk zijn die daar onvoldoende en dat zal morgen blijken. De Duitsers zeggen in ieder geval, we gaan het alleen geven aan mensen van onder de 65. Ja. AstraZeneca heeft dan weer gezegd van dat is onzin. Maar wat ik me dan eigenlijk dan weer afvraag is, wat is nou het verschil tussen iemand van boven de 65 en daaronder? Nou, iemand van boven de 65 is ouder dan iemand eronder. Dat snap ik, maar qua hoe het werkt, ja. Nee, wacht even. Als je ouder wordt, dan verlies je allerlei functies. En een van de functies die je verliest, ja, het is moeilijker om de trap op te komen en je kunt niet meer voetballen en je kunt niet meer hardlopen. Ja, ga door. We zitten elkaar aan te kijken. Maar wat je ook verliest, is je afweersysteem. Daar heel geleidelijk aan, naarmate je ouder wordt, wordt het steeds moeilijker om een goede afweer op te bouwen. En daarom zie je bij oudere mensen dus ook veel meer longontstekingen optreden op een gegeven moment. En ook daar kom je kanker voor. Dus alle dingen waar je immuunsysteem je voor moet beschermen, dat zie je eigenlijk geleidelijk aan verdwijnen of in ieder geval afnemen op een oudere leeftijd. En dat geldt ook voor vaccinatie. Dus als je iemand vaccineert, als je iemand tegen influenza vaccineert, als dat iemand van 18 jaar is of 20 jaar, dan heb je een effectiviteit van bijna, ja, zeg maar 80-90%. Als je ouder bent dan 65, loopt dat geleidelijk terug van 70 naar 50, 40, 30 zelf, als je heel oud wordt. Dus dat is een heel normaal fenomeen.
Ander nieuws van vandaag is natuurlijk, of eigenlijk niet van vandaag, maar van de hele week al, gaat over de levering van het vaccin en vooral het aantal doses dat dan geleverd wordt. Nu wordt er gesproken, zeker ook weer in de Tweede Kamer, dat die boel toch niet helemaal goed op orde is. Zeker omdat onze hele strategie daarop gebaseerd is. Zijn er mensen die zeggen, ja, die hele strategie moet toch omgegooid worden door die mindere levering van AstraZeneca? Is dat inderdaad zo? Nou, ik denk dat we gewoon terug moeten naar de Gezondheidsraad en advies moeten vragen aan de hand van de hoeveelheden vaccins die beschikbaar zijn, van de verschillende vaccins en wat de adviezen daarop zijn. Ja. Dat wil dus zeggen wat het agentschap goedkeurt, dus waar het agentschap voor zegt, hier en voor die en die leeftijd kun je dit en dat vaccin gebruiken. Dat verandert nu, dus daar moet weer opnieuw naar gekeken worden. Wat was het grote verschil tussen wat de Gezondheidsraad zei en wat daarna Hugo de Jonge deed toen hij iedere keer mensen langs kreeg? Kijk, de Gezondheidsraad heeft een advies gegeven. En die heeft gezegd, nou, je moet die en die groepen eerst gaan vaccineren. En toen zijn... Ja, maar die en die groep is dus? Nou, dat begin met oud. Wat zei? Met wie moet je dan beginnen als je het echt zegt als vakman, als Gezondheidsraad adviseert? Ja, nou, men is er toegekomen om te zeggen, allereerst de mensen waar die problemen hebben, de hele oude mensen, mensen waar wat mee is in verpleeghuizen, et cetera, en het zorgpersoneel daaromheen. En zo geleidelijk aan, dan ga je beginnen met de oudere mensen. Dat zijn de meest kwetsbare mensen. Dus dat is de policy die men genomen heeft. Nee. Wat men wel gezegd heeft, is dat je daarmee natuurlijk de verspreiding van het virus niet voorkomt. Want die oudere mensen, die zwakkere mensen, die verspreiden het virus niet. Dat zijn de mensen in hun 20e, 30e jaren. Dus ik denk, daar is bewust voor gekozen, maar het draagt in eerste instantie niet bij aan het terugdringen van de verspreiding van het virus. Daar moet je de jongere groep voor hebben. En daar is wel voor gekozen. Die zit allemaal thuis nu, dus ja. Ja, voor zover ze thuis zitten, is dat wel... Hij streng, ja. Nou, de meeste zit toch thuis. Dan is er ook nog dat gedoe om de tussentijd tussen de twee prikken bij het Pfizer-vaccin. Hè? Dus wij dachten van eigenlijk om dosis om snel daar doorheen te komen, kunnen we de tijd misschien wel wat oprekken tussen de eerste en de tweede prik. Nu is er gezegd, nou, dat is misschien toch niet zo'n goed idee. Hoe zit dat precies? Ja, ik denk dat we daar op dit moment helemaal geen antwoord op hebben. In Engeland doet men het al, heeft men die 6 weken toegepast, omdat dat het voordeel geeft dat je heel snel een heleboel mensen kunt vaccineren. Dus dat is een voordeel. Maar als, zeg maar, na 3-4 weken die mensen niet beschermd zouden zijn, of maar een beetje beschermd zouden zijn, dan heb je natuurlijk een probleem. En dat weten we eigenlijk onvoldoende op het ogenblik. Die getallen zijn er niet. We weten van andere vaccins, ja, bijvoorbeeld van het AstraZeneca-vaccin, weten we. Maar in dat soort vaccins weten we dat een langere tijd soms helemaal niet slechter is, zelfs beter kan zijn. Maar met die nieuwe mRNA-vaccins, zoals ze die noemen, ja, die nieuwe vaccins van Pfizer en Moderna, ja, dat zijn vaccins waar we helemaal geen ervaring mee hebben. Dus het is logisch dat de fabrikant zegt, ja, dit heb ik getest, dus dat garandeer ik. En dat het agentschap ook zegt, ja, daar weten we eigenlijk niks van. En daar moet de Gezondheidsraad naar gaan kijken. En die moet daar een oordeel over geven. En ik hoop dat er wat gegevens uit Engeland komen. Maar ik denk op het ogenblik dat je daar geen zinnig woord over kunt zeggen. Dus er is een voordeel voor allebei. Een belangrijk probleem wat nog kan spelen, is dat als je mensen 1 keer vaccineert en je wacht te lang, dan verdwijnt die afweer enigszins. En dan krijgt dat virus eventueel de kans om te ontsnappen. Makkelijker te ontsnappen. Nou, dat is een mechanisme waarvan we niet weten of dat gaat spelen. Maar als dat zo zou zijn, zou dat een punt zijn wat je daar tegen deze policy zou moeten gebruiken. Nou, nog één ding. Heb je een sommetje gemaakt als nou AstraZeneca veel minder kan leveren, hè, wat nu toch de berichten lijken te bewijzen. Wanneer zijn wij dan veilig? Wanneer hebben we dan genoeg prikken? Het kabinet zei, nou, een beetje begin van de zomer zijn we toch wel redelijk op weg. Nou, ik denk dat als we dit soort berichten krijgen, dat er substantieel minder vaccin geleverd gaat worden, dat in ieder geval de vaccinbescherming natuurlijk veel later gaat komen. Dus als je mensen veel later vaccineert, we hadden erop gehoopt dat we aan het eind van de zomer, dat we dan zo'n beetje 60-70% van de mensen gevaccineerd zouden hebben. Als je minder vaccin krijgt, gaat dat langer duren. En dan lopen we weer tegen de winter aan. En dat is natuurlijk een vervelende zaak. Dag 2021, daar gaan we. Jacco, winkels blijven nog een jaartje dicht. Zo snel nemen we nog geen afscheid. Nee? Nee, daar geloof ik niks van. Nee, maar goed, als je nu de berichten zijn morgen in het kabinet natuurlijk ter sprake. Wat is de exit-strategie? Wat mag als eerste weer open? En er wordt gesproken, het is een soort omgekeerde strategie. Dus we beginnen met, zullen we het even afpellen? Ja, de basisscholenbegeving. Ja? Tenminste, dat stond in de Telegraaf. Hè? Dat, ja. Dan is het waar. Ja? Oh, okay. En de scholen gaan eerst weer open, ja, dan wordt de avondklok beëindigd. Daarna de niet-essentiële winkels zouden dus weer open kunnen. En dan zo gaat het eigenlijk steeds weer verder. En jij noemt dat eigenlijk inderdaad een omgekeerde lockdown. Ja, je stapt in ieder geval terug op de voetstappen van de heenweg. Dus je probeert eigenlijk op dezelfde weg terug te gaan. Maar ik vind dat nogal een domme exit-strategie.
En we hadden een intelligente lockdown. Dus laten we nou ook een intelligente opening up gaan doen. En hoe moet die eruit zien dan? Nou, in ieder geval nadenken over... Nou, laten we twee dingen zeggen. Laten we die grote gemene delers die we hebben bedacht... zoals de horeca, de evenementen... horeca en evenementen zijn al lang bezig, al maanden... met verschillende ministeries om uit te leggen... dat daar heel veel diversiteit binnen zit. En dat er heel veel dingen wel kunnen. Ik roep al vanaf de zomer de hashtag wat kan wel. En maak die ondernemer onderdeel van de oplossing. Want er zijn meer problemen dan alleen dat virus. Er zijn ook mentale problemen bij jonge mensen, bij ouderen. Dus we zullen al die variabelen ook in een vergelijking moeten stoppen. En dan zou je best kunnen zeggen dat je sommige dingen... je kunt nog steeds waarschijnlijk niet naar een nachtclub. En dat vind ik doodzonde voor zo'n ondernemer, hoor. Mm-hmm. Maar een zalencentrum of een restaurant, een 3-sterrenrestaurant... of er zijn dingen die kunnen wel. En ik denk zelf, als je dat combineert met een... en ik ben geen wetenschapper, hè, maar het is maar even gewoon de gedachte waar wij op zitten. Als je de testen op orde hebt, dan kun je mensen ook aan de deur testen... en haal je de besmettelijke eruit. Volgens mij is dat ook nog gezondheidswinst. En daar zit dan meneer Osterhaus toch weer... Ja, ik ben die laatste opmerking, dat klinkt mij als muziek in de oren natuurlijk. Dus wat er in feite moet gebeuren, is je moet dat virus zo ver terugdringen in je strategie, dat je inderdaad weer kunt gaan testen en dat je weer een echte strategie kunt hebben. Dus wat we nu doen, we zien dat virus wat omlaag gaan en zeggen, nou, het kan weer en dan gaan we weer en dan doen we het weer open en dan 3, 4, 5 weken later zitten we weer op hetzelfde niveau en dan gebeurt er dus niks en zo hobbelen we de zomer in. Ik denk dat als je nu, zeg maar, we zien een duidelijke daling, als je dat doorzet tot op het niveau dat je inderdaad weer kunt op grote schaal kunt gaan testen, bron- en contactonderzoek kunt doen, mensen in isolatie kunt gaan plaatsen en dat serieus gaat doen. Mm. En dat kan. Bij een bepaald niveau kan dat. En we hebben dat helemaal losgelaten, omdat er gewoon veel te veel besmettingen zijn gekomen. En we zitten nu op dat hele hoge niveau. De ziekenhuisbedden liggen vol. En we zeggen nu, nou, we gaan weer omlaag. En dan geleidelijk aan. Nou, dan doen we het weer open. Dan gaan we, en dan kan maar, die horeca kunnen we toch ook gered worden door het voorjaar? Dan wordt het mooi weer. En dan dampt dat je zo'n beetje vertrekken, toch? En ja, er zijn ook mensen immuun. En er worden wat mensen gevaccineerd. Ja, natuurlijk. We gaan dan naar het voorjaar toe en dan hopelijk, ja, zullen we zien dat het weer mee gaat vallen en dan gaat alles weer helemaal open. Tenminste, dat hebben we de vorige keer gezien. En dan tegen het najaar krijgen we het weer terug. Als daarom we hebben, niet voldoende daarom noemen wij het ook een intelligente opening up. Want het is precies dat. Hè. Het zijn zowel de lessen uit het verleden, die hebben we nu flink geleerd, hè, bij de vorige keer. Maar laten we dat dan bij elkaar en maak er een intelligent verhaal van. Maar wij zien, we horen zo weinig over een plan. Van hoe doe je dat dan? En wat je nou ziet is dat het wat er nu in ieder geval in de Telegraaf te lezen valt... dan gaan we dus terug op de stappen die we al gezet hebben. Met als gevolg dat de horecaondernemers, ja, die kunnen het schudden. Die gaan na de zomer, als het terras alweer dicht moet, dan mogen ze open. Nou ja, en het erge ervan is, als je dus wat meneer Osterhaus zegt... als je dan een beetje zo door blijft gaan en het wordt weer erger... en we gaan weer, dan de ondernemers daar alleen maar harder mee geraakt, toch? Dat ook, maar ik zou ook heel graag die andere variabelen in de vergelijking stoppen. Mm. Dus eens dat als je puur naar dat virus en puur kijkt naar de volksgezondheid... zou je misschien liever helemaal niemand meer op straat laten... Maar het gaat er ook om dat we met elkaar die samenleving leefbaar houden. Die economie in de benen houden. En vooral de bonus van mensen weer toelaten ergens. Dat je daar een controle op doet. Dus testen. Mm. En die testhoeveelheden die zijn nu op niveau. Het kan. En ik denk dat het gezondheidswinst is als je de besmettelijke, die misschien asymptomatisch zijn, aan de deur er gewoon uit haalt en zegt, u moet naar huis, u moet in isolatie. Lijkt mij gewoon gezondheidswinst. Maar dit gaat werken op wanneer je het virus teruggedrongen hebt naar een heel laag niveau. En anders gaat het gewoon niet lukken, dat hebben we de vorige keer gezien. Dan kunnen de GGD's het niet aan, kunnen de testfaciliteiten het niet aan. Dus ik denk nogmaals dat er echt, waar je het over hebt, een strategie moet zijn. Dat virus echt terugdrukken. En je zegt nu, nou, er zijn zoveel andere factoren die spelen, zoveel mensen die er last van hebben. Als je zeg maar een periode van 6, 7, 8 weken... Ja, als we dat afgelopen jaar gedaan zouden hebben... Ja, aan het eind van de zomer... en we hadden het virus echt op dat niveau gebracht... Ja, de vraag is, kan dat in dat een westerse vrije samenleving? De Chinezen is het kennelijk gelukt, misschien Singapore... ik ontken niet dat Taiwan, nergens in de wereld kan. Taiwan, ja, maar daar hadden ze natuurlijk een heel beginpunt... waar echt nooit serieuze uitbraken... We zitten nu op, wat is het, 5000 besmettingen gemeten per dag. Er zijn ook met kleine uitbraken. Nee, maar wat, kijk, het Nederlandse volk heeft nu al het gevoel... Dit is best heftig. We hebben rellen, er wordt hard geklaagd. Het elastiekje is aan het breken.
En dan zegt Apollos trouwens, we moeten nog harder dicht. Misschien heb je wetenschappelijk gelijk, maar kan dat? Nou, niet alleen nog iets langer moet je het doen. En dan kunnen al die dingen op een gegeven moment kunnen die gecontroleerd weer open. En dat noem ik een strategie. En als je dat niet hebt, als je nu gaat zeggen, nou, dan wordt er de Telegraaf aangehaald van we gaan het omgekeerde scenario bewandelen. Nou, je kunt nu al voorspellen wat daar gebeurt. En die horeca blijft dicht. Ja, en die winkels blijven dicht. Dat gaat niet lukken. Nee, en als u dat dan zo hoort, denkt u dan niet dat uw achterban toch meer voelt voor zo'n idee ook, van nou dan maar even nog 2 maanden dicht en dan kunnen we weer opbouwen. Wat de achterban denkt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze in ieder geval precies dat roepen. Geef ons een pad. Vertel ons dat daar een strategie achter zit. En leg ons dan ook uit hoe we dat met elkaar gaan doen. En dat is niet alleen met die opening up. Dat is ook straks als die economie weer opgestart moet worden. Wij willen gewoon iets meer richting hebben over waar gaat het heen. En wat we nu zien, ja, vind ik niet heel erg intelligent. Het is gewoon teruglopen over de oude voetstappen. Weet je, ik denk dat het kabinet daar tempo in moet maken. Ondernemers hebben houvast nodig. Wij met z'n allen hebben houvast nodig. En ik denk dat interacteren met elkaar, weer dingen doen, ook een deel van de oplossing is. Ook al is dat misschien voor het virus niet zo goed, maar ik denk voor ons kop wel. Lekker interacteren. Oké, heren, dank u wel. Geen baan, geen huis, geen vrienden, alleen maar seks op afstand. Tot zover de oogst van een jaar coronacrisis voor de jongeren. Ze kaart het vandaag aan bij de premier. Daarmee gaven ze gehoor aan een eerdere oproep van hemzelf. En dan heb je de volgende generatie verschrikkelijk hard bij nodig. En ik hoop dus dat zij vooral ook, ik heb heel veel reacties al gehoord en gekregen, maar ik hoop ook vooral dat zij zelf niet alleen ideeën hebben, maar die ideeën ook meteen omzetten in actie. En een beetje ook de revolutie op die manier starten vanuit de jongere generatie. Dat is waar het hier om gaat. Ja, eigenlijk een soort revolutie werd destijds opgeroepen. En ja, god, waar staan we nu? Maar Maurice, jullie zaten vandaag dan echt met hem aan tafel, hè? Ja. Vertel, hoe was dat? Nou, het was geen revolutie, maar het was wel in elk geval een goed gesprek. Waarin we echt hebben laten zien wat al die verschillende jongeren, tientallen jonge organisaties uit heel Nederland, duizenden jongeren die aan een onderzoek mee hebben gedaan, die tienduizenden antwoorden hebben gegeven op de vragen die we voor ze hadden en met duizenden oplossingen zijn gekomen. Als het gaat over de effecten die jongeren merken van corona en wat zij denken wat we het beste zouden kunnen doen om hen te helpen. Had je het idee dat er echt naar je geluisterd werd? Ja, ja. De minister-president was echt wel oprecht ook geïnteresseerd in wat we te vertellen hadden. Hij weet ook zelf dat dit echt problemen zijn waar jongeren tegenaan lopen. We hebben ook het advies niet voor niks en nu daden genoemd, omdat het belangrijk. We vinden het belangrijk dat er echt een goed plan gaat komen voor die jonge generatie. En dan heb ik het over de leeftijdscategorie 16 tot en met 35. Dan hebben we het over ruim 4 miljoen mensen in Nederland. Dat is een flink onderdeel van de samenleving die echt allemaal enorme zorgen hebben over hun bestaanszekerheid. Mm-hmm. En als we daar niet snel mee aan de slag gaan, dan is een coronageneratie straks een verloren generatie. En dat willen we niet. En dat willen ook al die jongeren die niet die vol toffe ideeën zitten. Ja. Noor, jij studeert in, ik geloof in Den Haag. Je woont in Delft, maar eigenlijk ben je ook geleerd aan Leiden. Nou, ja, nee, je bent gewoon student. En je woont op zo'n groot studentenhuis met meerdere vrouwen. Wat merken jullie van deze harde lockdown? Je ziet er buitengewoon glanzend uit. Je hebt volgens mij een fantastisch leven, toch? Nee, maar je hebt het ik mag zeker niet klagen. Ja. Ik denk dat er echt heel veel mensen zijn die die echt veel meer directer geraakt worden, studenten. En ik had het er net al over. Ik denk dat ik in mijn handjes mag knijpen dat ik nog met 9 mensen woon en nog die speelsheid heb van een huis en die gezelligheid. En, ja. Want er zitten ook internationals, hadden wij het over. Ja. En nou, die zijn aan het wegkwijnen, denk ik, in hun eentje op een kamer. Maar goed, maar jullie hebben het misschien vrolijk met elkaar, maar er zijn wel zekere beperkingen. Of kun je daar omheen laveren? Nou, je merkt dat dat heel langzaam is gegaan. Dat je merkt dat in het begin waren er allemaal plannen en was het leuk en hielden we ons goed aan de regels. En nu merk je dat het is gewoon, het duurt te lang. We zijn, je merkt dat iedereen een beetje wegkwijnt. In het algemeen, studentenhuizen neemt het blowen toe. Er wordt eten besteld. Het is niet meer het leuke koken. Het is niet meer die gezellig. Wij hadden laatst, toen hadden we de tafel op de zijkant gezet. Want we hadden een feestje, dus we moesten dansruimte hebben. En na 2 weken kwam er een soort reality check van, joh, dames,
de tafel staat nog steeds op de zijkant. En ja, die hadden we gewoon niet meer rechtgezet, want het was niet nodig. Want we aten lunch, ontbijt, avond gewoon op de bank. Ja. Maar je noemt het ook dit zijn inderdaad dan, ja, dus zegt wat dat je de tafel niet terug hebt gezet. Maar je noemde het ook een sluipmoordenaar, een moordenaar van de mentale gesteldheid. Wat bedoelde je daar dan mee? Ja, dat is een hele uitspraak, hele mond vol. Nou, dat je toch merkt, ik heb genoeg vriendinnetjes en ik ben zelf niet altijd het zonnestraaltje in huis. Maar ik heb genoeg vriendinnetjes die dat wel zijn en die echt bruisende personen zijn. Hm. Altijd geweest. En dat je nu met hun praat en dat je letterlijk van ze hoort van ja, ik was geen eens in een studieperiode van nou, ik zie het niet meer zitten. Ik haal nergens meer energie uit. Elk gesprekje dat ik met iemand heb, het gaat altijd over hetzelfde. Ja. Wat is er nog leuk? Wat maak ik nog mee op een dag? En dat merk je nu wel heel erg langzaam. En alles, ik denk dat alles in dat isolement en in zo'n crisisperiode, elk klein dingetje dat er al was, wordt alleen nog maar verergerd. En dan hebben denk ik veel mensen, veel Nederlanders last van, jong, oud, iedereen. Maar dan als je het natuurlijk over de gevolgen daarvan hebt, ook voor die jongere generatie, we hoorden Maurice net zeggen van we willen geen verloren generatie worden. U bent kinderarts. Is dat gevaar er wel? Ik ben kinderarts in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en ik heb me vooral toegelegd op kindermishandelingsproblematiek. En eetstoornissen. En ik kan je vertellen dat we merken dat deze groep, en vooral dus ook de adolescenten, het zwaar hebben. Ja. We zagen vanaf de tweede lockdown vooral een toename in het aantal casussen. Nieuwe patiënten met eetstoornissen. Maar ook mensen die dus al kampen met een eetstoornis die een terugval hadden. En we zien ook dat de wijze waarop mensen zich presenteren gewoon vele malen heftiger is dan dat het daarvoor was. Dus mensen stoppen met eten en drinken. En dat is natuurlijk nooit de oplossing, ja. Maar ik denk dat het geen rocket science is om te bedenken dat je hier als mens, zeg maar, in deze situatie met een angstcultuur je manieren moet vinden om ermee te dealen. Ja, want is er een oplossing behalve dat Rutte zegt de lockdown gaat eraf? Ja, nou goed, ik denk dat ik wil wel echt de aandacht vragen. Ook niet alleen van ons als hulpverleners, maar ook van de hele maatschappij. Want het is denk ik een breed maatschappelijk probleem. Mm. We zitten in een isolement. We verliezen ogen en oren. We zien doordat mensen niet meer op scholen verschijnen. Weten we ook niet of er bijvoorbeeld kindermishandelingscasuïstiek speelt. Maar heb je vermoedens dat het niet goed gaat thuis? Alsjeblieft, reach out. Dus ga het gesprek aan. En al is het met je buurman, buurvrouw. Maar wees alert en houd oog voor elkaar. We moeten het samen gaan dragen. Dus, ja. En dit komt dan ook nog bovenop wat jullie dan ook nog omschrijven. Andere problemen van de generatie eigenlijk. Ja. Waar ja, nou, ik dan ook nog bij hoort. Want dat zijn ook nog weer de problemen gaan ook bijvoorbeeld over de woningmarkt, klimaat. Dat zijn allemaal zorgen die los van de coronacrisis spelen, die ook nog versterkt worden. Ja, we hebben als het Ser Jonge platform heeft 2 jaar geleden een heel mooi advies uitgebracht om te gaan kijken. Daar keken we in hoe is het eigenlijk gesteld met de generatie twintigers. Toen zagen we dat sinds de crisis de huidige generatie twintigers een mijlpaal in het leven, dus een vaste baan krijgen, een gezin kunnen stichten, dat eerste huis kunnen kopen. Dat zelden ze allemaal uit, gedwongen. En we vrezen echt dat als deze gevolgen langdurig gaan zijn, dat het voor deze huidige generatie, die nu dus in het studentenleven zit, al helemaal gaat gebeuren. Maar gelukkig zien we ook dat er heel veel jongeren zijn die met hele frisse ideeën zitten om toch aan die oplossingen te gaan werken. 9300 oplossingen? Ja, hoe kom je aan 9300 oplossingen? We zitten de hele dag thuis. Dus. Ja. Noem eens een paar hele goede oplossingen die jullie hadden om in ieder geval de druk te verlichten. Nou, bijvoorbeeld wat we een heel interessant eentje die meteen naar boven komt was. Een student die zei van, nou, we merken gewoon, docenten doen vet hard hun best om dat online onderwijs toch op de juiste manier vorm te geven. Maar we zien dat er soms nog wel een beetje verschil kan zitten tussen of ik nu in Groningen of in Eindhoven of in Maastricht diezelfde studie doe. En zoals er een rankingsysteem is voor opleidingen, zou je bijvoorbeeld ook kunnen gaan werken met dat de beste docent die gerankt is, die het vak op de beste manier digitaal kan geven, die geeft colleges en dan zorgen we ervoor dat die andere docenten net iets meer tijd vrij hebben om die werkgroepen op een kwalitatief goede manier te begeleiden. Je bedoelt eigenlijk de beste hoogleraren gaan nu landelijk lesgeven en de rest doet spek en bonen leuk de werkgroepen? Nee, absoluut niet. Want ik denk juist wat. Nee? Nee, wat juist ook die docenten ook heel erg merken, dat contact met met die jongeren, dat is zo belangrijk dat je daar die ontwikkeling in kan krijgen. En dat zit echt in. Dat is één, hè? Van de 9300, nog 9299. En dan zit je alsnog dus wel thuis in je eentje achter je computer. Wat voor dingen zijn er nog meer bedacht om bijvoorbeeld echt jongeren uit dat isolement te krijgen? Ja, we zien gewoon inderdaad heel erg dat het een mentaal probleem is. Ook laatst kwam
Het ISO kwam met een rapport om 7.500 studenten, ja, of zoiets, dat een kwart of zoiets, een zware onvoldoende gaf aan het leven. En dat snappen we ook heel erg. Maar we zien ook heel erg dat dat stukje eenzaamheid heel erg aangetast wordt door bestaansonzekerheid die bij heel veel jongeren heerst. Ze weten niet hoe hun toekomst eruit gaat zien. Mm. Daar zijn heel veel zorgen over. Dat zien we ook in die app terug. Daar komen dus ook heel erg veel zorgen naar voren. Daar zijn ze ook wel met ideeën bezig. Ja, bijvoorbeeld inderdaad dat we goed aan de slag moeten met zo'n aanpak jeugdwerklozen. Er zitten vet veel jongeren die zitten nu arbeidsloos thuis. En ook voor de komende jaren, hoe gaan we ervoor zorgen dat die jongeren die nu een eerste baan hebben gehad, dat die niet straks de dupe gaan worden van als er toch noodgedwongen gesnoeid zou moeten worden bij bepaalde bedrijven. Ja. Hoe kan je ervoor zorgen dat die positie van starters op de arbeidsmarkt toch nog extra versterkt wordt? Dat die jonkies er niet als eerste uitvliegen, wat vaak gebeurt. Hè? Ja. Dus de first in, first out. Of last in, first out, moet ik zeggen. Professor Pleij, emeritus, te doen met de studenten? Nee, natuurlijk. En het is een uitstekend idee om te bedenken dat je de beste moet hebben die zulke colleges kan geven. Dat je die kiest. En dat hoeft niet speciaal een hoogleraar te zijn. Dat kan echt iedereen zijn die aan universiteiten werkt. Dus dat moet je zeker doen. En je moet mensen op hun kwaliteiten nu veel meer gaan selecteren dan gebruikelijk is aan de universiteit om te doen. Dus ik ben het erg met je eens om daar hard in te gaan. Noor, waar zou jij nu behoefte aan hebben? Ja, gezelligheid. Ja, buiten al die studiedingen om, want dat is natuurlijk ook een heel groot punt. Je merkt dat iedereen zit op hun kamertje. En normaal was het tijdens de tentamenperiodes van om 8:00. Nou, meiden, we gaan nu iedereen komt in je been, een koffietje en je gaat gewoon 4:00 knallen. En dat is nu, dat is niet meer zo. Je kan zelf bepalen wanneer je je bed uitrolt. En dan ga je even zoomen. En dan gewoon dat contact, ik merk het zelf nog minder. Maar al die studies in Delft, het zijn allemaal van die praktische studies. Ja. Die moeten dingen bouwen en zo. En dat kan niet. Dat doen ze allemaal nu achter een laptopje. Je wordt gewoon veel minder gemotiveerd als het via die laptop. Ja, dus maar deze oproep is natuurlijk al wel vaker gedaan. Nu zaten jullie dan wel met Rutte aan tafel. Wat is er wat u betreft belangrijk wat er nu, als het gaat om dus die jongere generatie, waar ze nu ook in Den Haag, waar ze nu rekening mee gaan houden, wat ze nu specifiek dan gaan doen, behalve dus rekening houden met dat het inderdaad zwaar is, want dat weten ze denk ik. Ja, ik denk dat de urgentie wel duidelijk aan het worden is, maar het moet nu naar een plan. En het is, je moet je beseffen dat het bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, maar vooral ook de GGZ, heeft het heel zwaar gehad al langere tijd. En je hebt dus wel echt met een uitgeput systeem van doen. Dus we moeten echt met elkaar heel hard kijken naar structurele oplossingen. Dat vraagt nadenken, dat vraagt inventief zijn. En bijvoorbeeld inzetten van mensen die momenteel andere dingen aan het doen zijn of thuis zitten. Mm. Maar zo met elkaar samen dus optrekken. Ja. Oh ja, 9300 ideeën, daar is een aardige lijst om uit te putten, toch? Zeker. En heel veel ideeën over klimaat, over hoe duurzaam... Dat ook nog even. Dat ook nog eens. Als we toch de wereld redden, laten we dat ook meteen doen. We horen graag hoeveel er dan daadwerkelijk geïmplementeerd zijn, zeker, denk ik. Zeker, komen graag nog een keer langs. Succes en dank jullie wel. Aanstonds praten we met Herman Pleij, de hoofdredacteur, Ip Haarsma en Freek Staps, over belaagde journalisten en de rol van de media volgens relschoppers. En de 3FM-dj's Frank van der Lende en Eva Koreman komen met een positief tegengeluid en nemen daarbij een voorbeeld aan deze grootheden. I think they might think I'm gonna hot up the revolution. You know, I want to cool it down. That's why we're doing this, because it's very urgent. I'm saying grow your hair for peace. Oh, cut it off. Have some sign on you. That's for peace, you know. Stop asking us, do you think it's gonna work? You know, do something yourself. Journalisten en verslaggevers werden tijdens de rellen van afgelopen dagen geïntimideerd, uitgescholden en met stenen bekogeld. En daardoor konden ze hun werk, het informeren van alle Nederlanders, niet goed doen. Het is een symptoom van een ernstige, ronduit gevaarlijke ontwikkeling. De ontwikkeling dat de feiten worden ontkend, de wetenschap ter discussie wordt gesteld en steeds vaker hardop wordt getwijfeld aan het werk van journalisten. Ook op Urk staken ze de coronateststraat in brand. Toen onze cameraman deze beelden maakte, werd hij belaagd. Op social media, in televisie- en radioprogramma's, maar ook op straat. En hier in Haarlem gooit iemand een grote steen op het achterhoofd van deze journalist. Het is een ontwikkeling die je in een dictatuur zou verwachten, maar niet in een moderne democratie als de onze. Kijk hem op.
Ja. Heren, welkom aan tafel. Ja, laten we maar meteen deuren naar huis. Wat maken jullie zo al mee, Freek Staps? Oh jee, nou, Ip en ik gelukkig niet zo heel veel. Maar onze fotografen, natuurlijk, ja. Onze journalisten, echt dingen waarvan je zou denken dat dat niet zou moeten. Mensen worden in elkaar geslagen. Mensen krijgen stokken van de ME op hun rug. Ik vertel even de dingen die de afgelopen stokken van de ME, dat lijkt me niet de bedoeling. Maar... Nee, bierblikjes naar je hoofd, bakstenen naar je hoofd. Je komt tussen politiepaarden in. Het vak van de journalist is interessant, maar een beetje te angstig op het moment. En is dat nu ook de afgelopen dagen met die rellen, is dat voor heel erg veranderd? Nou, je ziet het in de afgelopen periode wel dat mensen, collega's van ons, boze telefoontjes krijgen van mensen die zeggen, ja, jullie spannen samen met de overheid en jullie doen mee aan het complot. Ik merk wel dat collega's daar echt van schrikken. Want die doen gewoon hun werk en plegen hoor en wederhoor en doen gewoon hun, eigenlijk wat we allemaal moeten doen als journalisten, gewoon onderzoek. Maar toch is dat een verwijt wat je vaak hoort. Hè? Dus laten we het direct maar behandelen. Doen jullie dat? Nee, ik moet eerlijk bekennen dat wij gewoon zoveel mogelijk gewoon objectief ons werk moeten doen. En daar ook ons plezier aan uithalen. Wat gebeurt er in de maatschappij? Wat speelt er? Waar moeten we aandacht voor hebben? Dat is ons werk. Maar kun je verklaren, dit is een veelgehoorde stem. Misschien is het een paar procent, misschien is het 20% van Nederland, ik weet het niet. Wij zijn ook de staatsomroep. Wij doen hier namens Rutte allemaal uitspraken de hele dag. Complete onzin, maar het komt wel hardnekkig veel terug. Nou, ik begin altijd graag eerst met het liefst met de feiten. Het komt dus niet zo heel vaak voor. Ja. Er is bijna geen westers land ter wereld waarvan de burgers zeggen de Nederlandse pers is geweldig. De Nederlandse journalistiek is van een heel hoog kwalitatief niveau. De feiten tellen, er zijn heel veel kwaliteitsmedia die vertrouwd worden door Nederlanders. Ja. Wat er wel aan de hand is dat er een klein groepje mensen is die denkt dat het interessant is om journalisten ook in elkaar te slaan. Ja. Of om journalisten op een of andere manier te pakken. Ja. Maar dat, het gevolg daarvan is dat jullie wel ingrijpende beslissingen hebben gemaakt als het gaat om het journalistieke proces. Zowel dus bij ANP als bij NH Nieuws. Vertel. Nou, bij het ANP, we hebben heel veel fotografen. De afgelopen paar dagen bij die rellen hebben we 15 fotografen aan het werk gehad die ongeveer 600 foto's hebben gemaakt. Maar wat we vanaf nu gaan doen is de namen van die fotografen er niet meer bij zetten. Zodat die namen op een of andere manier niet gaan rondzingen en die mensen gewoon beschermd hun werk kunnen doen. En bij NH? Nou, wij hebben eigenlijk wel besloten om niet meer die railschoppers live te streamen. Omdat wij eigenlijk niet inzien wat de meerwaarde daarvan is. Om verschillende redenen. Maar het belangrijkste is wel om ervoor te zorgen dat wij railschoppers niet verwarren in deze hele heftige tijd. Met mensen die zich zorgen maken over best wel ingrijpende maatregelen van een overheid. Mensen mogen 's avonds niet meer naar buiten na negenen. Kinderen worden allemaal naar school gestuurd. En we krijgen binnen no time een vaccin. Mensen hebben daar terecht vragen bij. Uiten dat ook. Nemen niet zomaar wat aan. Slikken niet voor zoete koek. Dus ja, dat zijn wel hele relevante zorgen die er leven. Maar wat jullie niet meer doen, is dus een livestream. We hebben het al met de krakersrellen, de kroningsrellen in 1980 gehad, dat live via de radio ongeveer verslag gedaan werd waar je moest zijn, waar je kon gaan rammen. Ja. Maar aan de andere kant, iedereen heeft tegenwoordig een camera bij zich. Want jij kan wel zeggen, wij doen het niet, maar dan doen zij het wel. Nou, het is toch wel te zien. In ieder geval gecoverd en kunnen wij ons focussen op de werkelijke achtergrond van wat is er nou aan de hand? Ja, ja. Ja, dat is een keuze, maar die namen dus niet meer laten zien bijvoorbeeld. Kan je ook afvragen, zwicht je dan niet voor het terreur wat je dan wordt aangedaan? Nou ja, gelukkig. Deze fotografen leven voor een prachtige foto en voor een mooi beeld van wat er gebeurt. En dat kunnen ze nog steeds doen. Of hun naam er nou bij staat in de krant of op een nieuwssite of niet. Dus eigenlijk, we doen geen concessies aan de kwaliteit van de journalistiek. Mm. Wat we alleen wel doen is zorgen dat onze mensen beschermd hun werk kunnen doen. En dat is natuurlijk wel heel goed dat we het daarover hebben. Want laten we wel wezen, het is natuurlijk bij de beesten af dat een Nederlandse werknemer van welk bedrijf dan ook naar zijn werk gaat en bang moet zijn dat hij een baksteen tegen zijn achterhoofd krijgt. Jullie kleden ook de journalisten anders uit. Ze krijgen beveiligde kleding, begrijp ik. Beschermende kleding. Als je het niet heel erg vindt, wil ik de railschoppers niet wijzer maken dan ze al zijn. Dus ik zal er niet altijd al op tafel, sorry. Maar, ik zal er niet altijd zeer op ingaan. Maar wat je in ieder geval kan doen, is mensen in groepjes op straat sturen, journalisten. Ja. Je kan zorgen dat ze niet meer foto's door hoeven te sturen vanaf straat. Ja. Dus je kan allerlei dingen doen om deze fotografen te beschermen, zodat iedereen nog steeds die foto's kan zien. Eigenlijk is het natuurlijk bizar dat we moeten. Dan vraag je dus af, waar komt dat wantrouwen
wantrouwen en die agressie vandaan? Hebben jullie daar zelf een verklaring voor? Nou ja, ik vind dat wij als journalisten wel nou ook gewoon ons eigen werk moeten evalueren. En moeten nagaan van hoe komt het dat wij kennelijk met dat we niet met onze NH-logo, bij wijze van spreken, dus wij kunnen nog wel doen, niet de straat op kunnen gaan. Of dat wij dat met beveiligers ons werk moeten doen. Terwijl wij juist de macht moeten controleren. En eigenlijk een vriend van het volk zouden kunnen moeten zijn. Ja. Maar ik vind dat wij daar voor onszelf ook serieus naar moeten kijken. Wat is ons eigen aandeel daarin? In plaats van alleen maar de... Maar wanneer, wat is jullie eigen aandeel dan? Ja, bijvoorbeeld dat je. Wij zijn bijvoorbeeld vaak aanwezig samen met onze collega's van AT5. Zijn we aanwezig bij een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Op het moment dat wij daar aandacht hebben voor mensen die protesteren. Tegen verregaande maatregelen van een overheid. Dat is een goed recht. Dat is denk ik ook belangrijk dat we daar aandacht voor hebben. Op het moment dat dat overgaat in en gekaapt wordt door gasten die totaal de weg kwijt zijn en helemaal niet meer het idee hebben waarom ze daar eigenlijk knokken met de politie. Omdat ze misschien omdat ze het leuk vinden. Of, ja, dan is het wel heel zuur dat die mensen daarmee eigenlijk niet serieus aandacht krijgen. Die zich zorgen maken over een ontwikkeling in de samenleving. Ja. Dus ik vind dat wij onszelf ook echt, heel veel beroepsgroepen doen ze dat. Zelfevaluaties, doen wij dat wel? Wat is ons eigen aandeel erin? En ik maar vind heeft, dat wij onszelf ook een spiegel dat die... Dat die hele lockdown breed door de Nederlandse pers heel lang eigenlijk gesteund is. Eigenlijk door vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer. Dan is er een groepje, en ik weet nog steeds niet hoe groot dat groepje is, die zegt, ja, wij krijgen nooit geen beurt. Hè, wij worden niet gehoord. En die zegt, dus jullie zijn een verlengstuk van de macht geworden. Dus jullie praten eigenlijk alleen die regering maar na. Ja, maar, ik zeg niet dat zo is, maar ik hoor het vraag of een vaststelling, want volgens mij is dat gewoon duidelijk niet zo. En is het goed dat we dat tegen elkaar zeggen en het ook niet dat verhaal de wereld inbrengen. De Nederlandse journalistiek is ongelooflijk kritisch op wat er gebeurt. Ja. Bekijkt heel goed waar politici mee bezig zijn. Wie heeft dit overigens vastgesteld? Wie stelt dit vast? Dit is... Dit zijn allerlei onderzoeken voor de... Het heeft toch goed maar. Dat kun je allemaal vinden en dat ben ik het ook helemaal mee eens. Maar daar hebben ze helemaal geen boodschap aan. Nee. Jullie zijn gewoon het verlengstuk van de regering. Ja. En die regering deugt niet, die verspreidt leugens. En jullie zijn degene die zorgen dat die leugens ook breed verspreid worden. Dus je hoeft ze helemaal niks te vertellen. En meneer De Pleij, waar komt dit vandaan dan? Die verwijten en dat wantrouwen. Heeft u daar enig idee van? Dat is een lang verhaal en dat kan kort verteld worden. Nou, graag. De groep mensen die... zich loser voelt en die zich tekortgedaan voelt en die vervelende banen hebben of geen banen hebben of die helemaal niks hebben, die hebben het gevoel dat ze in een steeds grotere afstand komen van de grote welvaart. En een van de welvarendste landen waar heel veel mensen het heel goed hebben, dat kunnen ze zien op straat. Iedereen heeft prachtige spullen, allemaal iPhones, telefoons, noem maar op. En zij hebben dat niet. Dus zij zijn een loser en daar moet dus iemand de schuld van zijn. Dan wordt er bovendien, want dan komt dus de lont dichtbij het kruidvat. Dan worden bovendien in steeds grotere opeenvolging worden dingen je afgepakt. Vuurwerk. Vuurwerk is voor deze groep mensen, amorfe groep mensen, sterk identiteitsvormend. Van dan zijn ze ineens de baas. Iedereen is bang voor ze. Knallen dit en dat. Daar werd al aan geknabbeld, maar dat werd nu ineens helemaal verboden. Dan mogen ze de tribunes niet op. Er is wel voetbal op de televisie, maar daar gaat het gaat hen op de tribune moet je zijn. Ja. Daar moet je kunnen. Wordt afgepakt. Zwarte Piet is al afgepakt. Dat was ook zo'n identiteitsvormatief voor de mensen die dat wilden verdedigen. En dan voel je je gedekt vervolgens, doordat je in de pers ook hoort. En dan kun je de pers weer gebruiken, want ze zijn helemaal niet rechtlijnig bezig. Maar dat zeggen geleerde mensen ook, dat die regering niet deugt. Die verspreiden leugens. En die pers die werkt daaraan mee. Hè, dat horen we maar. Die werkt er ook aan mee. Je kunt die regering kun je niet vertrouwen. Ja, dan krijg je de toeslagenaffaire. Nou zie je wel dat ze niet geloven. Ze belazeren de boel aan de lopende band. Dan krijg je dus ook dat gedoe van dat je er helemaal niet tussen komt. Dat je daar geen speld tussen kunt plaatsen. En dan krijg je bijvoorbeeld ook het verbijsterende verschijnsel. Want die verkiezingen lopen er zo moeilijk doorheen. Dat verbijsterende verschijnsel, dat die regering het heel goed deed altijd. En die waren het allemaal met elkaar eens. Een harmonieus gezelschap van eensgezinde ministers. En dat valt de regering. En dan voor hetzelfde moment gaat Hoekstra met Rutte. Die gaat uitleggen dat die Rutte eigenlijk helemaal niet deugt. Die man die heeft jarenlang alles verborgen gehouden. Ja. En zo. Maar ik bedoel, dan krijg je dus ook een alibi aan.
aangereikt. Hè? Zo, je, wow, nou ja, kijk, er zijn een heleboel mensen die zeggen van... dat is al geleerd, er zijn ook artsen, hè, die dat vertellen. Dat klopt allemaal niet met die doden. Dat is allemaal bedrog, hè, enzovoort, enzovoort. Mm. En die pers, dat is een speelbal. Dat is een speelbal. Okay, en zijn ook verraders. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar het lange verhaal. Maar ik vind dit op zich wel interessant natuurlijk... om te kijken van, wat is onze eigen aandeel daarin? In hoeverre hebben wij ook nemen wij dat soort signalen ook serieus? Ik denk dat wij heel gemakkelijk zeggen van... nee, maar dat zijn gekkies. En dat is echt... Dat vind ik helemaal met je eens. En ik vind dat ook echt wel zorgelijk. Ja. En ik vind ook dat wij dan ook moeten heel serieus naar onszelf moeten kijken. Nee, dat ben ik ook wel met je eens. Ik zie hier heel veel... Ik weet helemaal niet of wij zo gemakkelijk zeggen... Ja, sorry daarvoor. Nee, maar ik denk helemaal niet dat wij zo snel zeggen... dat zijn gekkies. Ik denk juist dat wij ongelooflijk aan het onderzoeken zijn... wat er gebeurt in Nederland. Maar wat u zegt... U beschrijft eigenlijk verwarring bij mensen. Maar Freek, ik snap het wel ergens. Want als je kijkt dan naar die persconferentie van de premier... en dan zitten er een aantal journalisten en ik snap de vragen wel... dat ze dan zeggen, maar kun je niet eigenlijk nog iets strenger doen? Had je niet nog eerder? Had je niet nog meer? Ik snap dat wel, die vragen wel vanuit ons standpunt. Ja. Maar als je nou zit te kijken en je denkt... ja, wat zit die gast nou van die journalisten? Wat zit die nou te... Wil die nog strenger? Hoe kan dat? Dus ik snap wel, ik denk dat waren wel bij alle persconferenties de eerste vragen... van zowel het NOS Journaal als RTL 4 als SBS... kan het niet wat strenger? Maar dat is... En dus dat blijft wel hangen. En ik denk dat we onszelf ook moeten afvragen... wij snappen het wel misschien wel als journalisten... maar dan moeten we het ook goed uitleggen waarom we dat soort vragen stellen. En we moeten ons beter verplaatsen in onze consument... dat er een heel ander gedachte gaat. Laat ik dan in ieder geval één zin erover zeggen... we stellen die vragen omdat we de feiten willen weten. Nee, maar dat snap ik. Ja. En dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Is het een feit van, kan het niet wat sneller? Of kan het niet wat meer? Is dit wel een deel van de oplossing dat je dus inderdaad... probeert te verplaatsen in dus die onvrede van de mensen... en dat dus erkent? Want wat is er anders tegen te doen, tegen dat gevoel van die mensen? Nee, dat wou ik ook zeggen. Want wij kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden... en over praten en debatteren van meningsverschillen enzovoort. Die jongens hebben geen boodschap uit. Die gebruiken dat dubbel. Jullie zijn verraders, die fotografen zijn verraders. Staan die allemaal te knippen en te filmen. Ja, dus ook politie staat ook te filmen trouwens. Dat halen ze volkomen door de war. Dat is één grote verraderij. Maar ze gebruiken jullie ook, want ze willen wel op de film. Nou, dat is het grappige. Heel vaak maken we foto's... Zijn wij ermee gestopt. We maken wel eens foto's van mensen op het Malieveld. En dan maken we foto's van die borden, zoals je nu de foto's ook in beeld ziet. En dan zeggen de mensen tegen ons, maar we willen niet op de foto. Dan krijg je een heel raar gesprek van, maar je wilt toch aandacht voor je zaak? Dat kan je op deze manier. Nou, daar moet je in verplaatsen en dan moet je dus inderdaad je afvragen. Want je moet inderdaad dat gedoe van... Er is een dat is heel, vind ik, actueel in het woordgebruik. Is heel opvallend dat mensen, als je gaat praten over je moet ze begrijpen. Begrijpen is iets anders dan begrip hebben. Dat is niet hetzelfde. Ja. Dan wordt er gezegd van niks begrijpen, joh, dat zijn gekke, idioten, gestoorden. Ja, dan verklaar je ze ontoerekeningsvatbaar en dan hebben ze een excuus, want ze kunt niet helpen. Nee, het is veel ingewikkelder. Ja, professor Pleij, toch even. Laten we even een beetje uitzoomen. Wij hebben de internationale pers hiermee gehaald met deze nieuwe rellen. Ik geloof de grootste rellen sinds de krakersrellen. Is dit uniek Nederlands? Hoort dit bij ons? Nee, gezegd, dit is on-Nederlands, wordt de hele tijd gezegd. Ja, is dat dan zo? Ja, dat is een verkeerde typering, volgens mij. Er is een lange traditie, er zijn lange mentaliteiten in onze nederzettingsgeschiedenis die verzet tegen het gezag, dat hoort erbij. Wij zijn zeer anti-hierarchisch, zeer decentraal. Hè? We hebben altijd een zwak centrum. En dat centrum is om die enorme verdeeldheid in partij. Hoeveel we zijn er ook weer voor de verkiezingen? 89. Ja, ik bedoel, dat is echt volkomen ridicuul. Maar wij hechten daaraan enorm, want dat heeft ook allerlei voordelen. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook van, er zijn 2000 mensen die aan het rellen zijn. Dat vind ik misschien al wel veel. Maar dan nog, op 17 miljoen mensen. Waar leggen wij de focus op? Wat doen wij zelf? Wat vertellen wij? Wat laten we zien? Ja, nou, daar hebben we het nu over. Hè? Ja. Van, hoe moet je dat dan hoe representatief is dat? Maar ik bedoel, dit is van meet af aan... is er een hele strenge traditie in Nederland van... ze moeten ons niet dingen opleggen. Ze moeten zorgen dat wij daarbij betrokken zijn. Dat wij zelf het gevoel hebben dat we verantwoordelijk zijn. Nou, zo zijn we begonnen. De opstand begint aan het eind van de 16e eeuw... met precies dit verschijnsel. We willen niet bij dat extreem... Dat is modern. Een modern rijk is er dan ontstaan. Een grote staat met een absoluut gezag. Met een absoluut centrum, een hoofdstad, de hele boel. En dat is het punt van de handel, het punt van het geloof... wordt er hier op een gegeven moment geregeld door een zootje kooplieden en vissers en boeren.
die tegen de machtigste vorst ter wereld opstaat. Plakkaat van verlatingen. We willen het zelf doen. Okay. Nou goed, maar dan gaan we verder kijken. En dan zie je voortdurend van deze opstanden. Zullen we een paar voorbeelden bekijken? Ja, zeker. Nou, als je, misschien zelfs van deze eeuw. Hoe Nederland reageert op, nou dat is net nog vorige eeuw geloof ik, op maatregelen uit Brussel. Dat het is heel opvallend. Bijvoorbeeld de autogordel is in Nederland het laatst en met veel tegenstand ingevoerd. En daar hebben we dus een filmpje van waar we die tegenstand op zien. Dat is toch leuk om te zien. In navolging van Frankrijk en de Scandinavische landen wordt ook in ons land het gebruik van gordels voor personen op de voerbank per 1 juni aanstaande verplicht gesteld. Toch bestaan er bij velen nog weerstanden tegen de gordels. Ja, ik vind het nadeel eigenlijk van die riemen dat wanneer er wat gebeurt, dat dan de buitenstaanders niet weten hoe je eruit kan komen. In zo'n auto zit je al enorm ingeblikt en met zo'n veiligheidsriem om. Nou ja, dan zit je helemaal, heb je het idee dat je geen kant meer uit kan. Vanaf overmorgen, 1 januari 2004, is roken in alle openbare gelegenheden, dus ook op de werkplek, verboden. Ik vind het een beetje onzin. Ik voel me echt op paal staan. Ik vind het ook een beetje dom. Ja. Ik vind nergens op slaan. Ja, als er nou echt niet meer gerookt wordt voor dit café, wie gaat er dan allemaal weg? Gezondheidsmafia, dat komt uit Amerika overwaaien, die narigheid. Nou, dat was er heel, ik ben trots op dit volk, is toch geweldig? Dus er was bij die interviews, ook bij die autogordel, was er een die zei van, ik bepaal zelf wel hoe ik doodga. Dat gaat jou niks aan, weet je wel. Dus dat soort, maar dat is heel typerend, daar ga ik over. Dat is mijn zaak, bemoei je er niet mee. Maar vindt u het dan niet heel makkelijk gaan hoe we met een paar pennenstreken die kinderen allemaal naar huis sturen van scholen? Dat is eigenlijk heel weinig verzet tegen. Ja, maar ik heb er wel last van. Nee, nou ja, dat is nu dus het verhaal van hoe moet je daar nou op reageren? Er zijn allerlei gedachten over, want dit land, en daar heeft het voor een belangrijk deel de welvaart aan te danken, heeft ontzettend veel mening over ontzettend veel dingen door ontzettend veel mensen naar buiten gebracht. Desnoods ook op die wijze. Dan gaat het dus steeds verder. Je moet mensen partner zien te maken. Dus ze moeten meedoen. Goed voorbeeld zijn hooligans. Ja, maar precies, want er is wel een verschil tussen demonstreren, wat u net beschrijft, en rellen, natuurlijk. Wat we de afgelopen weken... Dat is niet hetzelfde, want dat is juist het moeilijke. Want bij deze rellen, bij deze groepen, is geen aanspreekbare persoon. Dat is heel belangrijk. Want bij veel van die rellen zijn wel aanspreekbare persoon. En je kunt ze niet op een ideaal betrappen. Want dat spettert alle kanten op. Dus dat is een verschil. Maar er zit dus onder, zit dus dat die traditie van in opstand komen. Nou, je moet ze bij betrekken. Als ik heel kort in 1 minuut een voorbeeld mag geven van hoe die dingen werken. Want iedereen kan dat volgens mij herkennen. Ik ben ooit decaan geweest van de faculteit der geesteswetenschap aan de UvA. Ben de voorzitter, de baas. Buitengewoon interessant, maar dat is een ander verhaal. Een minuut af. Maar toen kregen de universiteit zat toen de geesteswetenschap op veel plaatsen in de stad, in de binnenstad Amsterdam. En wij kregen problemen met steeds meer mensen, figuren die gebouwen inkwamen. Er was geen controle op. Dus ik, ferm besturen, krachtig besturen, wordt in Nederland altijd gezegd, knopen doorhakken. Komt er nooit, komt altijd een verbouwer. Maar goed, ik ferm besluit nemen. Alle portiers moesten collegekaarten gaan controleren, conciërges van al die gebouwen. Nou, dat weigerden ze onmiddellijk. Dat staat niet in mijn aanstelling. Ik ben geen politieagent. Hè, dat soort dingen. En toen was het opgelegd door een wijs bestuurder, die tegen mij zei, hoor eens, je moet met die mensen gaan praten, met die conciërges. Die moet je om de tafel zetten. En toen voelden ze zich ineens aangesproken. Niet door mijn opdracht, maar doordat ik ze vroeg van hoe moet dat dan? En toen kwamen er allerlei 9300 kwamen er toen. Die alle, uiteindelijk altijd op hetzelfde neerkwamen. Zeiden, het moet anoniemer. Wij moeten niet confrontaties hebben met al die mensen. En toen kwam je op de poortjes enzovoort. En toen gingen ze dat ook uitvoeren. Want ze hadden het zelf bedacht. Nou, dat is met die hooligans ook gebeurd. Dat was 15, 20 jaar geleden een enorm probleem. Veldslagen. Herman, het is nu al zover dat de hooligans helpen nu. Die slaat door. Om de rest tegen te houden. Dat slaat dus door. Maar op zichzelf was het heel goed dat die voetbalvereniging en heel Nederland toen inzagen van wij moeten dus ze erbij betrekken. Dus de supportersvereniging, die moet je dus een functie geven. En die hebben dat meteen genomen. Die hebben een bestuur genomen. Aanspreekbare personen. En die proberen dat. En nou voelen ze zichzelf verantwoordelijk voor de hele stad. En dan gaan ze dus de straat op. Maar moet je het allemaal willen dempen ook? Ik bedoel, testosteron moet er toch ook een beetje uit? Er moet toch een beetje gemat kunnen worden? Je kan niet voetballen. Ik kan niet. Nee, maar dat zeg je natuurlijk niet. Maar in de zin van de spanning, vroeger konden ze naar de voetbal. Nou, dat zit er gewoon niet meer in. Nee, dus ergens gaat die druk van die ketel. Natuurlijk, je verveelt je te barsten. En als je verder toch niks hebt en je mist die tribune enzovoort, dan moet je dus ergens uitstappen. Je gaat naar de premier of je gaat matten. En een eigen dynamiek ontstaat er dan. En ook status en stoer van, kijk mij eens even de baas zijn. En dat soort,
En het is ook entertainment. Het is ook ramptoerisme, van alles is het door elkaar. Maar alle instituten en instellingen van de overheid worden dan een doelwit. Hè? Ja. Dus ook winkels beroven van middenstanders. Die ga je ook tegen de vlakte. Ja. Dat deugt allemaal niet. Allemaal schoren is het. En dan is de grote vraag. Al die lessen die u nu schetste uit het verleden over hoe wij in elkaar zitten. Hoe kunnen we die dan nu vertalen naar nu? Wat moet er dan nu gebeuren wat u betreft om dit toch een beetje tot bedaren te brengen? Buurtagenten, buurtwerkers. Ouderorganisaties, geef ze een status. Zorg dat ze dus serieus verantwoordelijkheid kunnen dragen. En probeer in godsnaam er eens achter te komen wie die jongens zitten. Want je weet de toevallige keer dat het een keer gebeurt. En dan heb je echt iemand die de fik erin heeft gestoken en de boel in elkaar heeft gestampt. Die spreek je een week later. En dan, hoe doe je dat nou, man? En dit en dat. En dan krijg je dus een beetje, Hoe wordt het ook al in de rechtbank? Ja. Mensen die zeiden, wat heb ik eigenlijk gedaan? Waar was ik mee bezig? Was er ook een met 57 IQ, dat vond ik wel uniek. Ik praat dit dus absoluut niet goed, hoor. Nee, ik heb maar dat doet niemand. Daar gaat het mij helemaal niet om. Maar je moet wel begrijpen, hè, dat gemak van zeggen we dat hoeven niet uit te zoeken. Het is zootje idioten en pleuren ze ook in elkaar. Maar dan met de wet, dat schieten we helemaal niks mee dus op. Dus ook wat meer aandacht, maar misschien ook... Veel aandacht. Veel aandacht dus ook. En dat gaan Frank en Eva dus ook doen. Niet alleen aandacht, maar ook liefde. Want die avondklokrellen die hebben tot veel schade en woede geleid. Maar ook tot iets moois. Want jullie gaan samen in... Ja, kom maar lekker zitten. Ze hebben jullie geïnspireerd, die Dellen, om iets moois te doen. Ja. Hi. Ja. Fijn dat jullie er zijn. Kom zitten. Ja, ook wat al echt naar voren kwam in het gesprek met Annemarie Noor en Maurice, de mentale sluipmoordenaar. Dat zijn berichten die wij ook echt binnenkregen via de app van 3FM van onze luisteraars. Die ook zeiden van ja, kunnen jullie alsjeblieft ophouden met spreken over die rellen? Want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En we hebben eigenlijk genoeg van die negativiteit. Ja. Toen Frank hier is een grote dromer en een ambitieus figuur. Dus die begon op de radio te mijmeren over van ja, nou ja, wat kan je nou doen om te laten zien dat wij lieve en welwillende mensen met meer zijn. Je kan niet de straat op, dat schiet niet op. Nee. Kunnen we dan niet in bed gaan liggen, weet ik veel. Ja, misschien kunnen we wel naar het Hilton, zeg maar bescheiden in de voetsporen van Yoko Ono en John Lennon. Nou ja, dat was gisteren. En nu zitten we hier. Ja. En morgen is het zover. Ja. Dus het is allemaal heel snel gegaan. En wat volgens mij ook nodig is, je moet snel handelen. Omdat het, het wordt gekookt in de maatschappij. En dat bedoel ik qua de uitlaatklep die mensen nodig hebben. Ja. En wij kunnen misschien een beetje een mantel der liefde geven. Voordat we gaan bespreken wat jullie precies gaan doen, even kijken naar ook weer lekker oude beelden, naar waarop jullie geïnspireerd zijn. De bewierookte Mr. en Mrs. Lennon. Oftewel Beatle John Lennon en zijn Japanse vrouw Yoko Ono. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. En daarom kwam de pers aan bed voor de opnamen van wat men wel een bedside story zou kunnen noemen. Yoko wilde wel even kwijt waarom ze in Amsterdam zijn. Amsterdam very much from what I've heard. I feel that this is a very significant center now for the young people, you know. And so that's why we chose this place to protest against violence in the world, you see. John vertelde dat er plannen bestaan voor enkele nieuwe films en grammofoonplaatopnamen. Maar voorlopig zijn ze op huwelijksreis in Amsterdam. Echter niet om de stad te bekijken, maar zoals Lennon ook nog zei, met heel andere bedoelingen. We intend to stay in bed for 7 days and then leave. Oké, heb je echt een relatie? Nee, toch? Of wel? Nee. Ja, een radiorelatie. Radio. Oké, de afstand is iets verder natuurlijk. Het is niet de andere. Jullie lijken wel echt ook. Ja, vind ik ook, ja bizar. Jij bent echt een kopie van Lennon aan het worden. Was je een Beatles-fan of ben je een enorme Beatles-fan. Ja, mee opgevoed door mijn vader en mijn moeder. Ik luisterde het altijd. Dus toen dit samenkwam en vooral toen wij vanochtend dus die hotelkamer inliepen om die foto's te maken voor morgen. Ja, maar toen hing hij daar zo aan de muur en hij heeft iets meer baardgroei. Maar ook wel die liefde die zij toen verspreidde tegen het wereldwijd geweld. Hè. Ze waren voor World Peace, ik noem het dan Dutch Peace. Dat het hier in Nederland weer een beetje tot bedaren kunnen krijgen. En echt nog niet eens in de voetsporen van, hè, want dit zijn enorme helden. Maar al helpt het maar een beetje, dat het dan net even die positiviteit... Ik zat maandagavond, ik woon in Amsterdam-Oost en er waren rellen. En ik hoorde die knallen. En ik dacht van, wat is er aan de hand? Ik zat op Twitter te scrollen van, wat gebeurt daar een busje in de fik. Toen dacht ik echt van, ik krijg allemaal even het heen en weer. We doen de gordijnen dicht en ik ga lekker met mijn meisje op de bank liggen. Make love, not war. En dat was eigenlijk de insteek om dit te doen. En ik denk dat we 3 uur lang morgen in een soort parallelle wereld even kunnen leven. Net als op een festival. Even vergeten hoe kloot het allemaal is.
Ja. Want er zijn natuurlijk veel maatregelen. Even de liefde en de positiviteit vieren. Ja. Hoe ga je dat doen? Naast als lekker in bed liggen? Nou ja, in plaats van 7 dagen, zoals zij dat hebben gedaan, gaan wij maar liefst 3 uur lang. Zo, super. Ja, zonder ons haar te wassen gaan wij in bed liggen. En ook luisteraars uitnodigen om ook vanuit bed contact te zoeken. Dus we nemen ook een Zoom-wand mee. Want ja, het is niet 1969, het is 2021. Dus zodat mensen ook vanuit bed bij ons muziek kunnen aanvragen, vertellen wat er wel goed gaat. We hebben Douwe Bob die een liedje speelt. Vanuit bed. Vanuit bed. Vanuit zijn eigen bed. Iedereen komt vanuit zijn eigen bed. Erik Scherder, die gaat een gelukscollege vanuit zijn eigen bed. Ja, dat hopen we wel, maar dat zijn we nog aan het onderhandelen. Somjeu komt ook nog live spelen vanuit zijn eigen bed. Dus we halen de muziek erbij. Echt een beetje die jaren 60, 70 vibe die we dan proberen over Nederland heen te sproeien. En de positiviteit. Ja, dat is het minste wat we kunnen doen, toch? 3 uur. En daarna ook, het is niet naïef, hè? We zijn niet achterlijk. Het zijn klote tijden, maar eventjes gewoon ontsnappen. 3 uur wegmijmeren, 3 uur gewoon in bed liggen, terwijl dat gewoon kan en geoorloofd is. Morgen dus om vanaf 4 uur te horen op NPO 3FM. En we hebben nu ook nog iets positiefs, hè, Jort? Ja, je gelooft het niet in deze show, deze tijden. Ga jij het vertellen? Ja, we hebben nog een klein cadeautje in deze sombere tijden. De dierentuin Artus zit enigszins onder druk. De leeuwen moeten geloof ik vertrekken, want ze hebben niet genoeg geld voor een nieuw hok. Voor Joep van het Hek reden om eens een mooi gedicht voor te lezen, want het is ook Nationale Gedichtendag van Annie M.G. Schmid. De leeuw is los, de leeuw is los. Hij wandelt al door de straat. Hij wil naar het Amsterdamse bos. Dat heb ik wel in de gaten. Hij bromt en hij briest. En hij brult. En iedereen schrikt zich een bult. Daar is hij al op de postzegelmarkt. Daar loopt hij al over het singel. De tram blijft staan en klingelt hard. Van klingel de klingel de klingel. Het hele verkeer staat stil. En de tramconducteur geeft een gil. Nu is hij op de Overtoom. We worden hoe langer hoe banger. En ieder klimt in zijn eigen boom. De timmerman en de behanger. O, roept de pianostemmer, waar blijft nou die leeuwentemmer? O, kijk, daar komt een jongetje aan. O, zou zijn moeder dat weten? Tjee, kijk, dat jongetje daar is staan. Straks wordt hij opgevreten. Wie is dat jongetje dan? Maar Rembo, het is onze Jan. Dankjewel, Joep. Dit was Op 1 voor vanavond. Morgen zitten hier Paul en Astrid. Fijne avond. En dank jullie wel allemaal. Lekker liggen morgen. Zeker.